Het is uitdagend. Maar dat is ook onze challenge en dat is ook wat we graag hebben, die competitie. Ik ben Geraldine en ik ben vertegenwoordiger. Verkoper en vertegenwoordiger is hetzelfde, maar afhankelijk in welke sector dat je zit, kan je jobinhoud ook wel variëren. Ik ben Bekim en net als Geraldine ben ik vertegenwoordiger. De bedoeling is dus afspraken in te plannen en dan de klanten gaan bezoeken. Zorgen dat je klantenbehoeften gaat begrijpen. We stellen een paar vragen, we proberen onze producten voor te stellen, maar de bedoeling is dat we aan het einde verkopen. Vaak werken we ook remote. We doen ook heel veel online meetings via Teams, maar soms is het ook wel natuurlijk belangrijk om je klanten face-to-face te gaan zien. In onze job kijken we zeker naar de resultaten. De resultaten zijn zeker belangrijk, maar niet het belangrijkste. Maar als je klant goed helpt, dan komen die resultaten ook vanzelf. De focus op de resultaten is stresserend, maar dat is ook onze challenge. Het is ook aan ons om te tonen dat wij het kunnen doen en dat wij het zullen doen. Onderhandelen zit er ook zeker tussen. Ja, onderhandelen is iets dat wij geleerd hebben. Dat is zeker niet gemakkelijk. Dus we leren dankzij rollenspellen. Wat kan ik zeggen, wat kan ik niet zeggen? Kortingen, wat kan ik geven, wat kan ik niet geven? Ook actief kunnen luisteren. Alles goed onthouden, want we hebben ook geen tijd om notities te nemen. Soms is het moeilijk om de antwoorden te krijgen van de klanten, dus dan moeten we verder doorvragen. Wat verkoopt u of welke klanten ziet u? Is prijs belangrijk? En als we al die informatie hebben over de klant, dan kunnen we onze argumenten gebruiken om de klant te overtuigen. Als je uw business goed kent, dan maakt het ook wel makkelijker om te onderhandelen met de klant. Klantenrelaties verder uitbouwen en onderhouden is heel belangrijk. Een connectie creëren met een klant is normaal gezien ook een van onze troeven, van onze talenten. Nieuwe klanten zoeken hoort er ook bij. Nieuwe klanten zoeken doen we door infosessies te geven, door aanwezig te zijn op netwerkevents en dergelijke. Er zijn zeker verkooptechnieken. Altijd een glimlach hebben, niet te rap, niet te traag spreken. Een andere verkooptechniek is upsell en crosssell. Met upsell gaan we vooral bekijken van de klant die een bepaalde dienst heeft, hoe kunnen we die diensten gaan uitbreiden. En crosssell, dan gaan we ook gaan kijken om de klant te laten kennismaken met een andere productlijn. Wij gebruiken programma's als vertegenwoordiger. Wij hebben onze eigen CRM-systeem. Een CRM-systeem is een programma waar je ook alle klantengegevens blijft onderhouden. Dus wij kunnen alle klanten daarop terugvinden. Naam, contactpersonen, adressen, e-mailadressen en dergelijke. We kunnen daar ook al die bestelbonnen intypen. Offertes ook. Daarnaast moeten we ook zien dat we onze opportuniteiten zeker registreren en blijven opvolgen. Als vertegenwoordiger kan je in heel veel sectoren terecht. De kledingsector, de eventensector, bankensector, noem maar op. Een goede vertegenwoordiger die goed kan verkopen, die de objectieven kan behalen, krijgt ook af en toe een bonus. Dus we kunnen ook zeker goede salaris verdienen. Als vertegenwoordiger heb je enorm veel vrijheid. Dus je kan zelf kiezen hoe jouw dagen eruit zien. Zelf bepalen ook wanneer je op kantoor werkt en wanneer je op de baan bent. Dus in overleg met de klant kan je zien dat je buiten de spitsuren jouw meeting kan vastleggen. Een goede dag is wanneer ik mijn aantal afspraken heb kunnen afleggen. Wanneer ik een goede deal heb ondertekend met de klant. Ja, dat geeft natuurlijk een supergevoel. Als je zo'n grote deals kunt binnenhalen. Dus dat zorgt ook voor die extra power om je job te blijven verder doen.